Experiment 3. Twee dingen van ongeveer dezelfde grootte, alleen de een is veel zwaarder dan de ander. En nu is opnieuw de vraag, welke van de twee is het snelst beneden? Huifie hier, toch? Oh jee, dit is echt Mieke voorgevorderde. Hij is er maar! 3, 2, 1. Oh jongens, laat het goed gaan. Oh, mis! Hoe kan het nou? Gooi ik mis. Ben je de hele dag bezig, gooit hij naast de auto. Voetbal ging hartstikke mis. Maar wat je wel kan zien is dat de voetbal aanzienlijk later beneden komt. En wat helemaal grappig is, is dat de bodyman toch weer opstuitert en er nog even voorbij het beeld komt. En daarmee is aangetoond dat zware dingen sneller vallen dan lichte dingen.